Meer dan 400 studenten, professionals, kunstenaars en andere creatievelingen ontwikkelen deze plek tot een duurzaam stedelijk gebied. Waar ze werken, creëren, onderzoeken en oplossingen zoeken voor de problemen in de steden. We laten eigenlijk de toekomst zien van hoe een stad eruit zou kunnen zien. Hier hebben we duurzame huisjes. We zijn bezig met nieuwe productie. Metaalprinten, betonprinten, plastic hergebruiken. En dit is zeker een uniek stukje Amsterdam. Dus ja, wat dat betreft is dit wel stadsdeel Fab City. Ja. Ja. De deelnemers komen van verschillende onderwijsachtergronden, zoals kunstacademies, universiteiten en het beroepsonderwijs. Ik ben een verplaatsbare woning van restmateriaal aan het bouwen. En ik wil de maatschappij laten zien dat restmaterialen nog een tweede leven of een derde leven kunnen hebben. Nou, voor ons is het een hele mooie mogelijkheid natuurlijk om onderdeel te zijn van deze campus. Ook omdat iedereen en alles wat met duurzaamheid bezig is, is nu bij elkaar. Dit is een volledig zelfvoorzienende off-grid woning. En dat betekent dat we geen aansluiting hebben op riolering, water, elektra of gas. En deze woning doet alles zelf. Ja, dit is enorm aan het boomen. Het is allemaal hele leuke initiatieven komen erop in Nederland. En er zijn er vooral in Amerika. Daar is het opgekomen, de hele hype. Het is een droog toilet en dan heb je een scheiding van, het urinedeel en het poepdeel. En de urine wordt weer gefilterd en de poep kan je composteren. Tot en met eind juni is Fab City nog te vinden op de kop van het Java-eiland.